Nou, de tekst zal bestudeerd gaan worden en dan zal er een advies richting het parlement gaan. Ja, wat was uw advies aan onze premier? Nou, weet u, wat ik weet is dat, ten eerste ben ik geen politicus. Maar ik weet wel dat wij belobbyd worden om op een of andere manier de Oekraïners een Europees perspectief te bieden. En dat is wat ik aan alle kanten zie. En dat verklaart ook waarom dat er heel veel missies zijn op dit moment vanuit Oekraïnse zijde in Nederland. En dat bepaalt ook wat ik bijvoorbeeld op bezoek krijg bij mij thuis op de residentie. Heel veel mensen die komen lobbyen. Ja, u bent geen politicus, u zei het al, dus ik zal u ook niet verleiden tot een politieke uitspraak. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Duitsers en de Fransen en ook de Italianen wat zijn opgeschoven. En zeker de Duitsers, die hebben hun bezwaren een beetje laten varen. Laat ik dan de vraag anders stellen. Zou het in Kiev begrepen worden als Nederlandse hakken in het zand zet en zegt, ik vind niet dat jullie toe zijn aan een kandidaatlidmaatschap? Zelensky heeft gezegd dat dit voor hem heel, heel erg belangrijk is. En dat is ook goed te begrijpen. Dit onderwerp is voor hen belangrijk. Zij hebben het, wat ze ook steeds aangeven, is dat zij een oorlog voeren voor de democratische waarden, voor de vrijheid van meningsuiting, et cetera, et cetera. En al die punten, daarvan zegt men, wij geven ons bloed om die waarden waar jullie in Europa voor staan, om die te verdedigen. Ja, dus dat is het gevoel wat erbij is. Dus als ik u vraag, zou hij het begrijpen als Nederland dwars ligt? Ik denk dat dat een teleurstelling zou zijn. Maar ja, de realiteit is dat de politiek daar in Nederland over gaat. Ja. Zou het voor uzelf ook een teleurstelling zijn, persoonlijk? Het zou in ieder geval heel veel werk gaan opleveren.